Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, heeft vanmorgen het bureau Vroegschoolse Educatie gelanceerd. Dit bureau zal voornamelijk ervoor zorgen dat elk kind zich conform het kinderrechtenverdrag zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Volgens minister Robert Pneu gaat dit bureau zowel een integrale als een interdepartementale aanpak hebben. De bewindsman benadrukt dat samenwerking belangrijk is voor de vroege ontwikkeling van het kind. Wij gaan uiteindelijk de Early Childhood Development Goals, de ECD-standaarden, gaan we implementeren binnen onderwijs. Wij deden vroeger vanaf de vierjarigen tot en met verder schrijven wij in ons onderwijs. We gaan vanaf nu het traject bekijken vanaf 2,5 jaar. Dat zal inhouden dat het Bureau voor Vroegschoolse Educatie een assessment gaat doen om hoeveel kinderen het gaat tussen 2,5 en 4 jaar die nu onderwijs moeten genieten. Wanneer we praten over Early Childhood Development, praten we over een integrale benadering. Een benadering waarbij uiteindelijk het cognitieve, waar wij zorg voor dragen als onderwijs, belangrijk is. Maar ook de sensomotorische ontwikkeling, wat wij noemen beweging van het kind, is zeer belangrijk. Minister Pneu zegt verder dat er rekening gehouden moet worden met ouderparticipatie, die belangrijk is bij de ontwikkeling van het kind. Er komt een duidelijk curriculum voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het ministerie moet daarom ervoor zorgen dat die groep kinderen vlekkeloos vanuit de peuterschool doorstroomt naar de kleuterschool en later naar het vervolgonderwijs, geeft de bewindsman aan. De wetgeving geeft formeel aan inschrijving van vierjarigen. Nu is het bureau Vroegschoolse Educatie gelaunched. Dat zal moeten inhouden dat nu het bureau richtlijnen gaat uitvaardigen. Wat wij uiteindelijk zullen gaan doen met driejarigen en hoe ze zullen gaan instromen. Op dit moment zullen wij ons beijveren dat de peuterscholen worden overgenomen door sociale zaken. En dat uiteindelijk vanuit het assessment en het onderzoek zal moeten uitblijken hoe wij driejarigen zullen gaan inschrijven. En op dit moment zijn we nu in een te vroeg stadium om nu te zeggen waar driejarigen terecht zullen komen. Op dit moment is voor mij belangrijk dat op dit moment het bureau wordt overgenomen, dus de peuterscholen, en dat we uiteindelijk een bekendmaking zullen plaatsen voor driejarigen. Minister Robert Pneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij sprak de pers toe na de launch van het bureau Vroegschoolse Educatie. Deze activiteit vond vanmorgen plaats in het Lalaroek-gebouw.